Hallo kijkers en welkom weer allemaal in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Reemers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belkje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Zo gelijk, vandaag heb ik in totaal 3 oldschool games gemaakt voor jullie. En die, die gaan ze bieden ook nog in de upload. Dus die staan dan ook al online op mijn kanaal van SycoTV. Ook een nieuwe playlist old school games, en dus dan gaan we daar dan de old school games allemaal daarin zetten. Wat ik ook nog vandaag ga doen, dat is de playlist op YouTube van vlog 801 tot 1000 ook nog eens even op orde zetten, en dan dan ga ik nog wel zien wat ik nog vandaag ga doen. Maar op Discord is het echt heel rustig. Kom gezellig mee chatten op Discord. De link staat hier in de beschrijving. En jawel, alles komt dan wel goed. Jullie krijgen dan de juiste rechten en dan kunnen jullie met mij gerust chatten. Maar ik ga nu even mij nog bezighouden op de computer. Dus ik zie jullie allemaal straks. Mensen, het is 7:15. Dat betekent dat ik eigenlijk nog maar een kwartier tijd heb om terug te komen. Dus dat lukt niet voor de spraakkanaal. Maar ik heb alle helemaal verwittigd. Hoe is dat een dik biesken op? Oh, het valt nog goed mee buiten. Qua temperatuur. Oh, het is zalig buiten. Ik ga eens frietjes halen en een Bicky burger en dan nog tomaatjes in, balletjes in tomatensaus, zo is het. Oh la 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 la, saus heb ik copyright en dat wil ik niet meer. Ik ben nu aan het proberen zo weinig mogelijk nog copyrights te krijgen bij deze. Dan nog even een apart filmpje maken dat ik niet op tijd ga geraken, maar dat is dan een tijdelijke filmpje. Of nee, ik zeg dat gewoon in de chat, punt uit. En ik moest ook nog veilig zijn van hun uit. Oké, dan ben ik dat ook. Oh. En er is weer al voetbal op de televisie. Moet België weer al spelen vandaag? Ik dacht van niet. Overal voetbal, voetbal, voetbal. En nee mensen, jullie horen mij wel misschien optrekken, maar... Allee. Ik zit hier zo te vertragen, dat ik volledig stil kom te staan, maar kan ze dan niet in één keer oprijden dat ik niet volledig stil moet staan. Dat is goedkoper voor mij. Hoe komt de reden? De redenstijl goedkoop maken, zo goedkoop mogelijk maken. Ziet, nu staan die daar stil. Ja, en ik ook. Normaal gezien laat ik me dan nog zo wat bollen. Ziet, ik laat me bollen. Dan moet ik niet zo fel optrekken. Nu wel dus. Ja, ik probeer zo goedkoop mogelijk nu nog te rijden, zo zuinig mogelijk nog te rijden. Ik zou ze ook nog een mondmasker aan doen, want ja, ik ga ook in de frituur binnen. Take away, yeah. En dan als het dan bij de horeca van Alke het er ook nog niet op staat van het rondpunt, dan ga ik dat ook nog even opzetten. Dus ja, wij steunen hier in Alke de horeca. Wij hebben dus dan een aparte Facebookgroep waar we dan, bijvoorbeeld de zaken hun menus kunnen op posten. Dat wij dat dan kunnen zien voor, ah, dat kunnen we daar gaan halen, of oh, dat kunnen we daar gaan halen. Voor afhaalgerechten, want dat is nu takeaway. Dus bij deze. Ja, en mijn schat wil het dan de frietjes van het rondpunt hebben. Oké, dan ga ik naar het rondpunt toe, hè. Bij deze. Dus ik ga jullie dan ook laten, want ik ben bijna aangekomen bij het rondpunt. Dat is toch een goede tik, 5 minuutjes rijden van bij mijn thuis uit naar het rondpunt uit. Ja, maar daar is de zebrapad, hè, mensen. Dus ik kan niet overlaten. Ja, zeker, die steekt over. En dat is zo geweldig, hè. Het zebrapad is misschien 5 metertjes verder. Ja. Het zebrapad gebruiken. Holy shit! What the hell? Daar herken ik geen meer. Holy shit, man. Dat is hier helemaal weg. Ja, dat is... hier ben ik heel veel binnen geweest. En ja... De winkel die er niet meer staat. Holy shit, man. Cool. Ja. En hopelijk nu niet te veel volk bij het rondpunt. Het valt nog mee. Het valt nog mee. Ja, hier even langs zetten. Voilà. En dan pak ik jullie mee. Ja, ik moet mijn gsm heb ik sowieso nodig. Ik maak eens één foto. Eén foto. Voor te laten zien dat het redelijk druk is. Wat gaat je doen nu? Die toch allemaal bezig. Voilà. Nee, dus ik pak één foto van de frituur om te laten zien dat het redelijk druk is. Want dus laten weten dat ik niet om 7 uur in het Spraakkanaal kan komen om bewijzen te hebben. En dan de ene keer, ja, zegt daar heeft iemand nog gebeld, een Dimitri Reemers. Dat zit jij toch? Ik zeg ja, dat ben ik. Ja, daar is nog een bestelling bij gekomen en frikandel moet je nog blijkbaar meenemen. Ik zeg, oh, oké. Dus, maar ik wist wel sowieso dat het aan Feikal is. En het nummer is ook opgeslagen bij deze. En wordt er een melding van gemaakt. Ja, zo zijn we op onze hoede. En ik zeg jullie, de pesters, ja, die gaan eruit. Die gaan eruit, die gaan vliegen nog. Want ik heb nu niet gezegd van nee, geef het maar mee. Nee. Ik heb het daar gelaten, hè. Dus wie had gebeld, uw frikandel ligt daar nog, hè. En de factuur wordt opgestuurd, hè. Bij deze. Ja. Daar hebben ze wel gezegd, ja, we zullen de factuur wel opsturen. Ik zeg oké, dat is goed. In het verleden is dat hier ook nog eens een keer gebeurd, dat er fake bestellingen bij mij thuis aankwamen. Zo gelijk een bestelling hier van een kebabzaak, 10 pizza's. Niet bij mij thuis op mijn appartementen, maar op mijn ouders thuis nog adres. En toen kwam er ook in één keer dat ik nog zelfs nog moet betalen, een trampoline aan. Waardoor dat ik het nog niet heb gezegd van ja sorry, we hebben dat niet besteld, dus pak dat maar terug mee. Er was daar ook nog een heel gedoe rond. Ja, maar ik heb al redelijk veel aan meegemaakt. Ja. En nu ben ik richting mijn appartementje terug aan het rijden. Ik ga een lekkere frietje eten. En dan s'avonds lekker in de Spraakkanaal. Allee, zie jullie straks weer. Yo.